Niels Hubbe en Marco Minnaert zijn twee jonge renners die dit seizoen profiteren van de veelzijdigheid van de Rabobank wielerploegen. Zij mogen zich op andere disciplines laten zien. Hubbe stapt over van de ATB naar het veldrijden. Minnaert verhuilt het offroad team voor de Continentalploeg. Een keuze waar ze helemaal achter staan. Dat was voor mij uit eigenlijk al een droom. Ja, een droom niet zozeer, maar iets wat ik eigenlijk graag wilde proberen. Ik heb de afgelopen 3 jaar toch wel kleinschalig wat veldrijwedstrijden gedaan. En binnen de ploeg was er een beetje overleg geweest over de mogelijkheden bij mij voor veldrijden. En binnen de ploeg was er ook wel zoiets van, dat zou wel eens wat kunnen worden voor jou. En ga het eens een keer een winter proberen. Omdat ik het op de weg wil gaan proberen. En voor mij biedt dat een hele nieuwe toekomst en dat wil ik graag proberen. En nu ik die kans krijg, dan ga ik er een jaar voor. Ik heb altijd gemountainbiked, maar stiekem vond ik de weg ook heel erg leuk. En het was voor mij altijd moeilijk kiezen. Ik heb gelukkig nog nooit echt de keuze hoeven maken. Maar nu ik echt de kans krijg, heb ik gewoon gekozen om er vol voor te gaan. De huidige opzet van de wielerploegen maakt het mogelijk dat renners wisselen van disciplines. Als blijkt dat ze daar aanleg voor hebben. Mooi, vindt Hubbe. Ja, dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Ik bedoel, ik heb nu... Ja, dit jaar, ik ben natuurlijk eigenlijk als mountainbiker binnengekomen. Maar dit jaar ben ik al op de wegwedstrijden gaan rijden met de crossers dan. In voorbereiding voor het veldrijdseizoen. Ik ben nu begonnen met crossen. Dus ja, ik kan aan alle disciplines kan ik werken. En in principe kijken waar ik goed in ben of waar ik in uitblink. Voor beide renners was het een prima moment om eens iets anders te proberen. Na een minder seizoen in hun eigen discipline. Dus het kwam nou eigenlijk allemaal gewoon door omstandigheden goed uit. En de mogelijkheid was er. En binnen het offroad team is die mogelijkheid gelukkig ook dat ik van mountainbike kon switchen naar het veldrijden. Dus deze winter ga ik het met een 14-tal wedstrijders proberen. Ja, het is eigenlijk zo op mijn pad gekomen. Dit jaar toch een beetje tegenvallend seizoen voor mezelf gehad. En nu na het WK kreeg ik te horen dat ik de kans kon krijgen om bij het Continental Team te komen rijden. Dus ja, het is echt op mijn pad gekomen en ik ben er gelijk vol voor gegaan. Dus. De twee talenten weten nog niet of de wisseling tot dit seizoen beperkt blijft of uiteindelijk langer duurt. Deze winter is eigenlijk toch wel een test om te kijken in hoeverre wat mijn mogelijkheden zijn binnen het crossen en in hoeverre, hoeverre het lukt. Voor hetzelfde geld zeggen we van joh, het is eigenlijk leuk geprobeerd, maar we zien niet dat het dat mogelijkheden biedt. Ja, dan is het dus eenmalig geweest. En ja, na het crossseizoen evalueren we gewoon en dan gaan we kijken hoe we de rest van het seizoen gaan indelen. Of we weer volop op mountainbike of dat de mountainbike ook alweer wat beperkter wordt vergeleken de voorgaande jaren. En dan echt de volledige focus eigenlijk op de cross gaan leggen. Nou, het is eerst een jaar kijken hoe het allemaal loopt. Kijk, ja, het kan natuurlijk van alles gebeuren, maar zoals ik het nu zie maak ik echt de overstap. En hoop ik de jaren hierna ook gewoon op de weg te kunnen rijden.